What's going on, everybody? Simple back at it, like I'm checking my height. Today we're checking out a Dutch speech about freedom in the 17th century. If you guys enjoy this, make sure you head on over to the content creators channel, show them some support over there. Definitely go through their channel, find some stuff that you want me to react to, and put it through the Google form that's down in the description. All right, let's go. For some reason, this is really low. I mean, I'm up at like 70 right now, so... De nieuwe raadspensionaris van Holland Very low. En West-Friesland. De edele hoogmogende afgevaardigde uit Dordrecht. De heer Johan de Witt. Johan de Witt. I've actually heard that name before, de Witt. Okay. Als regent van de Prins van Oranje denk ik dat ik namens alle afgevaardigden spreek... als ik zeg dat wij verheugd zijn met onze nieuwe voorzitter uit het machtige Holland. Oké. Okay. Zeg maar gerust opgelucht. Ik zal in ieder geval beter slapen nu ik weet dat er een man aan het roer gaat staan die de belangen gaat behartigen van alle gewesten. Niet alleen die van zijn eigen staatsgezinde vriendjes. Oh. It's like double-sided comments that get thrown during these types of things. And it's kind of strange that... I'll just leave it as kind of strange. I guess I'll just leave it there. You know, we don't talk too much politics on here. Ik dacht aan de prins van Oranje. En hoe kan de prins boven de partijen staan als hij niet eens tot aan mijn navel reikt? Oké. Orde! So this is aan de afgevaardigde de Wit. Ten eerste ben ik verheugd dat de edele afgevaardigde Kievit geniet van een goede nachtrust. En om op uw vraag terug te komen. Ik begrijp uw zorg. Nou, sterker nog, ik denk dat er niemand is in dit land die u beter begrijpt dan ik. Oh, he's about to throw it back at him. Here we go. Mijn vader werd ooit gevangen gezet op slot Loevestein, omdat hij het niet eens kon worden met de prinsgezin. Zo heb ik ervaren... So the Orangists... Okay, so the Orangists. This is prior to the Prince of Orange kind of overseeing everything, is what I'm getting. Orangists, though. I don't know. We're definitely going to have to look into some more of this stuff. I'm very interested in history. Not that I can really remember a whole lot because of the accident, but I definitely enjoy learning it and even relearning it, so. A land waarin men niet mag denken wat men wil. Is dat een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Now, why were they against it, though? What had happened previously? Laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de Wereldzee... om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. Wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. En dan vraag ik u. Als u in de zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of als staatsgezinde? Oh, I'm sorry. I missed that part. Not the volume. You act as an orange. Of als staatsgezinde. Oké. Okay. Nee. En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerroutes blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen? Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Mm. Vrije Nederlanders. Mm. Want in de ogen van de grote koninkrijk is ons kleine landje te rijk, te succesvol en te vrij. Want we zijn ook nog eens een republiek. Waarin het in ieder vrij staat om te leven zoals men wil. Het is een land waar we zelf uitmaken hoe we God aanbidden. Waar geen enkele leider belangrijker is dan het land zelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid niet. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom, en ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed.
I like that. Yeah. Because you're all together. We're all together. Dit is ons land. Your countrymen are together with you, regardless of what side of the fence you stand on. It's all about everybody. Zelf verdienen door de handen uit de mouwen te steken. In de dorpen, in de steden, in de havens, op het land. Ook willen vechten voor die van een ander. Dat is de band die de zeven pijlen in de klauw van de Nederlandse leeuw samenhoudt, mijn heren. Dat is de band! Oké. Uw vrijheid is mijn vrijheid. Een vrijheid die tot mijn laatste adem zal verdedigen. People don't look too happy. So what happened after this is what we need to figure out. We need the next step in this. Let me know where to go. Google Forms down in the description. If you guys enjoyed this, thumbs up. If not, make sure you smash the crap out of the thumbs down button. Either way, check out one of the other couple videos, and I'll catch you on the next one.